Dat was verschrikkelijk. Hij heeft stokslagen gehad, weinig eten gehad. Ja, bij de beesten af. Tientallen Gelderlanders stonden vandaag stil bij de slachtoffers van dwangarbeiderskamp Rees. Een stoet liep vanuit de Achterhoek naar het Duitse dorpje, net over de grens. Zo ook Arend-Jan Disberg uit Apeldoorn. Zijn vader overleefde het gruwelijke kamp. Het dwangarbeiderskamp bestond slechts 4 maanden, maar de verhalen van de Nederlandse gevangenen zijn hartverscheurend. Hierachter heeft het kamp gezeten, heeft hij gezeten als 16-jarige jongen en dan is hij ondergebracht in een loods met heel veel anderen, want er zijn er 4.500 afgevoerd en 850 uit Apeldoorn hier neergezet, zeg maar. En dat was verschrikkelijk. Hij heeft stokslagen gehad, weinig eten gehad, bij de beesten af. Vanuit het Achterhoekse dorp Mechelen lopen de mensen precies dezelfde route die de toen wanhopige dwangarbeiders aan het einde van de oorlog ook liepen, toen ze vluchtten uit het beruchte kamp. Inwoners van Mechelen vingen de arbeiders op. Onze ouders, onze grootouders, de mensen uit Rees opgevangen hebben, die uitgemergeld waren en aankwamen in Mechelen. We lopen ook weer terug, ik loop al jaren meer, dus ik doe zuiverd herdenken. De verhalen zijn sinds enkele jaren pas echt bekend. Hij heeft er 4, 5 jaar over gedaan om zijn verhaal te vertellen. En het was gewoon heel indrukwekkend en ongeloofwaardig. Want hij vertelde dingen die dacht ik van, ja, dan maak je een jongen van 16 in Nederland of in Duitsland niet mee. Maar het is wel gebeurd.